denk dat die nu kan. Bart. Mag ik even met jou praten? Ik ben Alberto Stegeman. Dat weet ik. En ik kom hier namens slachtoffers van jou. Mensen die een pre-order bij jou hebben besteld, jou hebben betaald. Ja, ik zeg altijd, ik mag met mijn advocaat en alles gaan, maar dat doen ze allemaal niet. Ja, maar zij zeggen van, hij belooft ook steeds dat het geld komt. Dat komt ook. Kijk, als ik dat akkertje terugbetaal, ik loop je niet weg voor 25.000 euro. Maar, nee, maar het gaat om heel veel geld. Het gaat om tonnen in totaal. Hoeveel geld gaat het? Nee, het gaat helemaal niet om tonnen. Nou, het gaat om 25.000 euro per persoon. Willem heeft 25 ingebracht en hij zegt, ik heb nog een aantal cliënten van mij, die hebben ook meer dan 25 ingebracht. In totaal gaat het om 95. Het gaat niet om tonnen. Nou, 95 is ook een hoop geld, ja. Ja, 100%. Ja, maar als ik er ook niks heb, Alberto, waar moet ik dan vandaan? Ik kan dat niet toveren. Je rijdt toch een dikke auto? Ja, maar dat is... Ja. Toch? Dat klopt. Dus je hebt best wel geld. En dat is niet de enige auto die je rijdt? Dat is de enige auto die ik heb. De enige auto die Bart nu heeft misschien. Want waar wij deze 24-jarige jongen nu al een hele dag achtervolgen in deze dure Audi, hebben wij hem een maand eerder nog zien rijden in een dure Jaguar. Beide auto's hebben een nieuwwaarde van rond de 170.000 euro. Dat geld komt terug. Dat moet terug. Dat heb ik ook gezegd, het komt ook terug. Het komt ook terug. Maar ook in de overeenkomst die ik ze stuur, staat ook geen termijn, niks. Een pertinente leugen. In ondertekende overeenkomsten is duidelijk een termijn van 5 dagen gesteld. Bart lapt de afspraken aan zijn laars. Dan begint Bart over het verhaal dat hij zou zijn opgelicht. Maar jij bent opgelicht? Jazeker. Door wie dan? Door een Duitse handelaar. Maar dan moeten wij toch samen die Duitse handelaar aanpakken? Heel graag. Heel graag zelfs. Alle slachtoffers van Bart willen geld zien en geloven niet meer in zijn praatjes. Je geeft ze best wel iedere keer het gevoel van het gaat meteen komen, maar het komt helemaal niet, zeg jij nu. Nou jawel, het komt zeker wel. Ja, maar als jij zegt ik ben opgelicht, dan komt dat niet. Als je mij gewoon een e-mailadres stuurt, dan stuur ik alles door. Ik wil best met haar over praten. Zeker, want ik wil dat ook niet. Ik zet daar zelf ook nog voor 50 ruggen bij in, hè? Ja, maar dat betekent kijk, dat... Dus, dat betekent... 90 betalen, ja, maar je kunt wel zelf ook 2 bestellen voor 50. Ja, maar je kunt wel meer doen naar hun toe. Je kunt wel meer laten blijken van ik wil dit doen, je krijgt nu al 1.000 euro, volgende maand weet ik veel. Regel. Je kunt een betalingsregeling doen, maar dat doe je ook niet. Nee, maar als ik ze vraag van kunnen we elkaar afspreken of wat, ook heel weinig van hun kan. Zij willen gewoon geld zien. Ja, maar hun zeggen allemaal ik wil. Ja, maar ik niet dan. Uiteindelijk moet je het gaan regelen. Ze vinden dat jij dat niet goed oplost. Ja, dat klopt. Nee, het gaat ook niet goed zo. Bart geeft toe dat er een oplossing moet komen. En geeft toestemming dat wij bemiddelen in een gesprek tussen de slachtoffers en hem. Ook zegt hij dat wij alle stukken in handen krijgen die hem vrijpleiten. Daar schudden we een hand op? Daar schudden we een hand op, 100%. Nou, afgesproken. We houden contact. Bedrijf voor zich. Ja. Jij ook. Ja, kom maar goed.